bekendgemaakt om het toezicht op het Amerikaanse financiële systeem te moderniseren. Het gebrek aan overzicht in de oude situatie stond misbruik toe en leidde tot excessen, zegt de president. Zijn voorstellen vormen volgens Obama zelf samen de grootste hervorming sinds de jaren 30. Zo moet het Amerikaanse stelsel van federale banken voortaan de supervisie krijgen over de grote Amerikaanse financiële instellingen. Door één instantie verantwoordelijk te maken voor het toezicht hoopt Obama een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen. Ook wil de president een onafhankelijke consumentenorganisatie in het leven roepen die financiële producten moet beoordelen. In Iran hebben tienduizenden mensen door de straten van Teheran een protestmars gelopen. Het aantal demonstranten is moeilijk vast te stellen omdat er maar weinig onafhankelijke journalisten vanuit Iran berichten. Het merendeel van de betogers was in het zwart gekleed als teken van rouw na de dood van zeker 7 betogers maandagavond. Het was stil tijdens de mars, vermoedelijk om de autoriteiten niet te provoceren. Veel betogers droegen groene polsbanden of hoofddoeken. Groen is de kleur van oud-premier Mousavi. Hij had op zijn website opgeroepen tot de protestmanifestatie. Mousavi wil morgen nog meer mensen op de been brengen in Teheran. De UEFA. Veel betogers waren in het zwart gekleed als teken van rouw na de dood van enkele betogers maandagavond. Mousavi wil morgen nog meer mensen op de been brengen. President Obama heeft zijn plannen bekendgemaakt om het toezicht op het Amerikaanse financiële systeem te moderniseren. Het gebrek aan overzicht in de oude situatie stond misbruik toe en leidde tot excessen, zegt de president. Zijn voorstellen vormen volgens Obama zelf samen de grootste hervorming sinds de jaren 30. Zo moet het Amerikaanse stelsel van federale banken voortaan de supervisie krijgen over de grote Amerikaanse financiële instellingen. Midvliet FM, regio nieuws. Hildo Geubel met het regionieuws. Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg willen de beleidsregels voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanpassen. De aanpassing is nodig omdat de gemeente sinds 1 januari de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zelf int. Een verzoek om kwijtschelding moet nu binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag worden ingediend. En die periode wil de gemeente verlengen naar 6 maanden. Inwoners krijgen hierdoor meer tijd om een compleet verzoek om kwijtschelding in te dienen. De gemeenteraad moet de plannen nog wel goedkeuren. Afgelopen maandag is de nieuwe fietsenstalling van Bicyclet aan de Wassenaarse Slag geopend. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Hoekema en Bicyclet-directeur H. de Graaf. Vanwege het druk bezochte strand aan de Wassenaarse Slag heeft de gemeente Wassenaar in samenwerking met stichting Bicyclet besloten om hier een bewaakte seizoenstalling voor fietsen en bromfietsers neer te zetten. De stalling staat op de plek waar normaal gesproken in de wintermaanden strandtent De Zeester staat. Het betreft voorlopig een proef van 1 jaar. De politie heeft maandag op de Zijdeweg in Wassenaar een zogenaamde rood lichtcontrole gehouden. 5 bestuurders negeerden het rode verkeerslicht en kregen een procesverbaal. 3 andere bestuurders kregen een bekeuring omdat zij niet handsfree belden. Ten slotte werden nog 3 bestuurders bekeurd omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. En tot zover het regionieuws. Meer regionieuws leest u op de Kabelkrant en op midvliet.nl. Midvliet FM. Midvliet. Het laatste nieuws van heel dichtbij. FM 1072. Kabel 92.9. Voorburg en Leidschendam. Nu ook in Wassenaar. Midvliet FM. Een bewaakte diefstalling in Wassenaar. Dat is goed nieuws. Daarvoor een heel warrig NOS-nieuwsbulletin met items die door elkaar verwisseld en half afgebroken werden. Dat gaan we straks om 10 uur proberen beter te doen. Maar zo laat is het nog lang niet, zeggen we dan, want we gaan eerst de Nederlandstalige verzoekjes doen in Hollands Allerlei. Hollands Allerlei blijft erbij met Gerrit van der Meij tot aan de klok van 10 uur. En alle Nederlandstalige verzoekjes, ze staan weer op een lange rij op je te wachten. Intussen wordt hier op de achtergrond nog druk gefotografeerd en adressen, e-mail en Hives toestanden uitgewisseld. Het was weer gezellig in het programma van Sebastiaan. En daar gaat de telefoon. Ik druk hem even onder de knop, zoals dat heet. En dan pak ik hem zo meteen op.
En ga ik meteen naar het eerste verzoekje. Mevrouw Bennis, die was vandaag de eerste. Ze belde al rond de klok van 7 uur. En ze vroeg of we Jan Smit kunnen draaien met Laura. Nou, dat kunnen we. Komt-ie. Dat is de volgende al. Die willen we niet hebben. We willen straks pas naar DC Lewis gaan luisteren. We willen eerst Laura hebben. Dus gaan we dat... Oké, tot ziens. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel wordt er toch nog nagestreefd. Ruik de geur van grote moed. Het stroomt nog door haar bloed. Maar waarom? Haar naam is Laura. Een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen buiten, maar o Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gebed. Het is zo onterecht, maar daar legt zij zin bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft. Maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen buiten, maar o Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Alles nu voorbij. Laat het leven. Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. O Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen buiten, maar o Laura geldt dat. En dat was Jan Smit met Laura. En die plaat die draaiden we vanavond speciaal voor mevrouw Bennis in Stompwijk. Eens even kijken. We lieten net al een klein stukje horen van Mijn Gebed van DC Lewis. Die gaan we straks helemaal draaien. Maar eerst gaan we naar de koffie. Want het is koffietijd voor de familie Finema. Mevrouw Finema die belde met het verzoek een plaatje te draaien voor natuurlijk Beb en Huip. En dat moest die plaat worden van Rita Corita. Nou, ik geloof dat ik hem hier gevonden heb. We gaan koffie malen. Voor een bak
die troost al zijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijk mens allang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel, ze zaten moppen te tappen. Maar toen ik met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te kloppen. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop? Nee, dat jij. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij door de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? De koffie ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond mijn tentje. Toen zei mijn man, maar zou ons nog een tweede bakkie goed maken? Ze riepen, heja! Moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Je kan heel lang leven en blijft het gezond. Als je mij naar op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? La, la. Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij naar op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Wat zei Nelis, jij nog een bakkie? Jawel. En Rita Corita, die lust er ook wel pap van. Beb en Huip kregen de platen aangeboden door de familie Finema. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En dan gaan we naar DC Lewis toe met Mijn Gebed. En die draaien we vandaag speciaal voor Kees van Leeuwen namens zijn collega's in de huisdrukkerij van het SOAR Centrum, Jacques en Guus. Mijn Gebed. Dit is uw orgel, Heer, dit is uw kerk. Ik loop zomaar binnen, Heer, net van mijn werk. Niet voor de priester, Heer, op het antiek. Ik kom alleen maar, Heer, voor de muziek.
D.C. Lewis, die meneer had eenmalig een wereldhit in Nederland. Een grote hit, ergens halverwege de 60e jaren met Mijn Gebed. Het plaatje stond wekenlang in de top 40 genoteerd toen de tijd. En vanavond draaiden we het speciaal voor Kees van Leeuwen namens Jacques en Guus, de mannen uit het SOA Centrum. D.C. Lewis en Mijn Gebed. We hebben een verzoekje gekregen van Ton. Ton is onze technicus hier in de studio, die altijd zorgt voor de televisieverbindingen. Jawel, even zwaaien naar het kijkbuisvolkje. Ton en IJssel, die wil een plaat aanvragen voor zijn vrouw. En dat is Els. En dat moest een plaat worden van Rob de Nijs, zuster Ursula. Hangen aan de muur, een bedje ligt verspreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. Dag allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt me lieve schoonpapa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons gaf kwam regelrecht uit Avenue. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten. Van Nederland, dat lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten in het land van Maas en Waal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga. Mijn rugzak en mijn tentje mee, de vlinders achterna. Ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder.
Amerika met Rob de Nijs. Het plaatje Zuster Ursula draaide we speciaal voor Els de Nijssel, aangeboden door haar man Ton. We hebben een telefoontje gekregen van Annie van der Lans. En ze hebben deze dagen in de Venestraat gecollecteerd voor het Rode Kruis. En ze willen alle mensen die daar hun gulle gaven in de collectebus hebben gestopt hartelijk danken voor hun steun, hun ondersteuning van het Rode Kruis. En morgen vertrekken ze met een drietal mensen naar Stomwijk om daar eens flink met de bussen te rammelen. Nou, bij deze hebben we dat aangekondigd. Annie van der Lans komt eraan, dus hou je portemonnee maar vast klaar. Mensen daar in Stomwijk. Of we een plaatje wilden draaien van Vrienden voor het Leven. Nou, dat is een plaatje van Jan Smit. En we hebben zojuist al een Jan Smit gedraaid. Maar we hebben nog een uitvoering van Vrienden voor het Leven. En dat is er eentje van Danny de Munk. Het is een hele andere plaat, maar het is een minstens even leuke plaat. Hier komt hij speciaal namens Annie van der Lans voor alle gullegevers aan het Rode Kruis. Daar was je dan, het leek maar voor even. De allerliefste voor één nacht, een kans die even naar je lacht. Verkeerd gedacht, het is gebleven. Het bleef niet bij die ene keer, tegen liefde heb je geen. Voor het leven, Danny de Munk plaatje, wat we namens Annie van der Lans draaien voor alle mensen die deze dagen aan het Rode Kruis gegeven hebben in de collecte en die dat morgen in Stomwijk gaan doen. Vrienden voor het leven. We gaan naar Annemiek toe, want die belde ook naar de studio. En die vraagt ook altijd oude plaatjes aan. En behalve dat ze graag luistert naar oude plaatjes, wil ze ook graag puzzels maken. Nou, we roepen het nog één keer om vandaag. Puzzels vanaf 1500 stukjes, want voor minder doet ze het niet. Ravensburger puzzels. En
Annemiek is te bereiken in de Rijnlandstraat. Maar als je naar Midvliet belt, dan relayeren wij het telefoontje wel weer door. Plaatje voor Annemiek vanavond van Doris. Er zitten twee motten in mijn oude jas. Meneer Korstijn, wil u even op mijn rug krabbelen? Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motten in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zo'n oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotje van motten wonen in mijn jas. Mottige Bas loopt in mijn jas. Dat was Doris en die draaiden we vanavond speciaal voor Annemiek. We hebben ook contact gehad met Kok Hilgersom in Stompwijk. En Kok Hilgersom is een trouwe fan van het Chanticoor. En ook vandaag gaan onze zeemansvrienden weer een lied ten gehoor brengen. En dat doen ze behalve voor Kok Hilgersom ook voor Beb en Huip en voor Thea en Herman. Het Chanticoor. Ik heb weer eens een ander nummer opgezocht dan dat ik meestal van die cd van het Chanticoor draai. Ik heb gekozen voor Zeeman, jouw verlangen.
een leven lang zeeman. Zeeman, jouw verlangen. Het Chanticoor Midscheeps en we draaien een speciaal op verzoek van Kok Hilgersom in Stompwijk. Voor Beb en Huip en voor Thea en Herman. En als we toch in Stompwijk zijn, dan gaan we ook nog eventjes terug naar mevrouw Bennis. Want die wilde ook nog graag een accordeonplaatje horen. Nou, we hebben een mooie accordeon medley opgezocht. Met onder andere daarin twee ogen zo blauw. Zolang de lepel in de breipot staat, omdat het zo lekker is. En daar moet op gedronken worden. Dat potpourri met allemaal leuke deunen op de trekharmonica. Het accordeon duo trio, de Three Captains waren dat. Twee ogen zo blauw, zolang de lepel in de breipot staat, omdat het zo lekker is en daar moet opgedronken worden. Dat draaiden we nog speciaal voor mevrouw Bennis. Dan kreeg ik net een telefoontje of ik eens eventjes op het internet wil kijken. Want daar stond ook nog een verzoekje. Namelijk een verzoekje van de familie De Groot. Rob de Nijs, Het werd zomer. En René Schuurmans, de Griekse muzikant. Nou, de Griekse muzikant, daar moet ik even wat verder naar zoeken. Maar Rob de Nijs, die heb ik nu al klaarstaan. Voor de familie De Groot. Zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, die gaat niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou. Je riep me met je ogen, ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde.
Ik was 14 en jij al 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Kom dichter bij me. En het werd zomer. Je was al vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Stond er maar te kijken, God wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Jij bent zo jong nog, weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter. We liepen samen verder langs het strand. En als een kleine jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. En het werd zomer. Het werd zomer, voor het eerst in heel mijn leven. Het werd zomer, die allereerste keer. En ik was een man, toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En het werd zomer. Bleef het maar altijd zomer. Het werd zomer. Dat was Rob de Nijs en die draaide we speciaal voor de familie De Groot in Leidschendam. We drukken de knop weer even in, pakken we hem dadelijk op en we gaan hem niet vergeten deze keer dat er mensen verdwalen en achter het paneel blijven hangen. Dat is niet de bedoeling en we gaan hem zo oppakken. Dus. Want eerst nog eventjes een ander plaatje draaien. Een plaatje wat erg aansluit bij die plaat van Rob de Nijs. Ook een warm zomersgeluid, maar dit keer dan van Conny van der Bos over liefde. Ja, zeg het maar. Wat is liefde nou toch? Is het liefst en bedrog plus rozen? Waar zat je dan? Is het samen op reis? Ja, ik heb vanmiddag wel even langs de Vlietvliet. Want ik was in Vlietland geweest. Daar heb ik een ijsje gegeten daar in het paviljoen. En toen ben ik langs de Vliet helemaal terug naar Leidschendam. Niet hoort het wel bij de aarde? Is het ruzie voor tien? Een illusie misschien heeft het waarde. Over liefde lopen meningen uiteen. Maar wat je zeker weet, je komt er niet omheen. Over liefde praat je dom zo nu en dan. Maar wat je nooit vergeet, is dat je toch niet zonder kan. Wat is liefde nou echt? Is het krom, is het recht op een ander? Is het lust, is het last, of een beetje houvast aan elkander? Is de liefde een buur, of verlies je het stuur van je wagen?
Is het te veel aan gevoel? Is het droom? Is het doel? Wat een vragen. Over liefde lopen meningen uiteen. Maar wat je zeker weet, je komt er niet omheen. Over liefde praat je dom zo nu en dan. Maar wat je nooit vergeet, is dat je toch niet zonder kan. Over liefde, Connie van der Bos. En ik zat er een beetje tussendoor. Gelukkig kwam de hoofdtechnicus gelijk achter me langs van schuif dicht, schuif dicht, schuif dicht. Want iedereen zit mee te luisteren met het gesprekje wat ik even had met Beb. Ze hebben me vanmiddag bijna aangereden toen ik langs de Vliet fietste. Ze kwamen van de andere kant en ik had ze moeten zien en ik heb ze niet gezien. Maar ik wist ook niet dat ze daar reden. Of zo. Beb was dat. En die vraagt natuurlijk een plaatje aan voor de mensen die allemaal platen voor Beb en Huip hebben aangevraagd. En dat zijn vanavond de familie Finema en kok Hilgersom. Of ik een plaatje van vader Abram voor ze terug wilde draaien. Bedankt, lieve ouders. Waar mijn wiegje heeft gestaan, het is niet ver hier vandaan. Heeft geluk me omringd al die jaren. Tussen bloesem en bomen kon ik zorgeloos dromen. En geluk kon ik daar al gaan sparen. Was op een heel klein station waar mijn leven begon. Ik leerde daar van mijn ouders toen lopen. Daar vertrok toen mijn trein. Ik moet er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn wiegje in uw huis eens mocht staan. U had om mij wel eens verdriet, maar dat weet een ander niet. Toch bleef u van mij altijd houden. Ik kreeg van God een lieve vrouw en een kind waar ik veel van hou. Waar ik samen mijn leven mee bouwde. Ik denk weer terug aan het station waar mijn leven toen
begon, waar de trein voor het eerst toen ging rijden. We kenden vreugde en pijn, ik zal er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn biechtje in uw huis eens mocht staan. Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven. Bedankt lieve ouders voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn biechtje in uw huis eens mocht staan. Vader Abraham, bedankt, lieve ouders. En een bedankje namens Beb en Huip aan de familie Vindema en aan Kok Hilgersum voor het aanvragen van de verzoekjes eerder in dit programma. Vader Abraham, het was het laatste verzoekje wat ik vandaag op de lijst heb staan. Even kijken of ik niemand vergeten ben. Nee, ik geloof dat ik gewoon een plaatje van eigen keus kan draaien. Nou, dat is ook wel eens leuk. André Hazes heb ik uitgekozen. Even uit mijn bol. Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven. En alles kan en mag. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of tramelang. Ja, lachen, gieren, brullen, toe laat mijn glas maar vullen. Want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven. Trek je van een ander toch niets aan. Want die weet het altijd beter. Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken. Oh, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of tramelang. Ja, lachen, gieren, brullen, zo laat mijn glas maar vullen. Want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven. Zet je van een ander toch niets aan. Want je weet het altijd beter. Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken. Oh, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms zou geven, maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Oh, ik zet de zorgen even aan de kant. En denk niet aan verdriet of drama.
glas mag vullen, want vanavond ga ik even uit mijn bol. La 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 la. Na 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 na. André Hazes en uit mijn bol. Het was de ene laatste in deze aflevering van Holland Allerlei. En als laatste heb ik er nog eentje voor de familie De Groot. Ik heb lopen zoeken naar die plaat van René Schuurman. Maar ik kan niet in mijn opzoek-pc'tje. Dat hebben de trouwe luisteraars vorige week ook al gemerkt. Dat is lastig, maar niet anders. Ik heb een alternatief voor de familie De Groot. Ik mocht ook Patsy nog een keer laten horen. Hier is Rijn de Vries. Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Patsy. Zij is het meisje dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Patsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Patsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij. Met de huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk dat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom, is het misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader. Ken jij die Patsy? Ze kwam wel eens hier. Het meisje is droef aan haar einde gekomen. Gisteren vond men haar in de rivier. Patsy, ik hoor toch bij jou. Nooit wilk een ander als vrouw. Mijn geluk is voorbij, jij bent niet meer bij mij. Patsy, straks kom ik bij jou. Patsy van Rijn de Vries. In 2008 was dat de meest aangevraagde plaat in Hollands Allerlei. En vanavond draaide hem speciaal voor de familie De Groot. Aangeschoven is Ton. Ton, jij weet wat er straks na tienen op tv voor een filmpje komt. Ja, er komt een filmpje gemaakt door Henri Reumans. En dat gaat over een speciaal project wat gedraaid is. Even kijken, in samenwerking met het ROC Mondriaan. En het gaat over niet goed kunnen lezen. Betekent voor veel mensen dat zij nooit een museum bezoeken. En nu heeft het ROC in samenwerking met het Museum Hofwijk daar een speciaal project voor gemaakt. Nou, Henri Reumans heeft voor ons dat op de film gezet. En dat kunnen we zomaar gaan zien bij Midvliet TV. Oké, dat voor de tv-kijkers en voor de mensen die op de radio luisteren. Die krijgen straks Ed Meister met Nice and Easy te horen. En volgende week, op woensdag, doen we weer Hollands Allerlei. Ook dan weer tussen 9 en 10 op de bekende en vertrouwde kanalen. Wat dit moment betreft... Ik moet een beetje langzamer praten, Gubbel. Wat dit moment betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag! Oh,
met Fleet FM. Nu ook in Wassenaar. Ik ga verhuizen en ik zoek wat voor op de vloer. Kom dan bij ons even langs, bij Schuit Wonen en Slapen. We zitten op de Damlaan 76 in Leidschendam. We zijn dé specialist op vloerengebied. Tapijten en harde vloeren. We kunnen ze ook prima verwerken. Een goed advies, een uitstekende service. Kijk anders op onze internetsite, schuit.nl. Met een lange ei. Dat wil ik zien. Damlaan 76 in Leidschendam, zei je? Ja, daar moet u zijn. Geef Holland Geef. Voor de cultuur waar we allemaal trots op zijn. Voor een piano, voor het koor van je zus. Voor een microfoon, voor de band van je buurjongen. Voor nieuwe decors, voor de musical van je broer. Doe ook aan cultuur in je buurt. Geef aan de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef Holland Geef. Giro 5050. Midfleet, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Stompwijk. Freddy van...